het is alweer 3 maanden geleden dat ik met jullie mijn eigen vermogen en mijn budget deelde. En aangezien ik toen heb beloofd elk kwartaal een update te geven, gaan we in deze video opnieuw kijken naar mijn budget en eigen vermogen, alleen dan per oktober 2018. Wat is er allemaal gebeurd? Zijn er dingen veranderd? Waarom zijn dingen veranderd? Antwoorden op die vragen gaan we in deze video behandelen, dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en met een passief inkomen kijk ik ernaar hoe je nou financieel onafhankelijk kunt worden door middel van een passief inkomen. Oftewel heel simpel gezegd, hoe je geld kunt verdienen terwijl je slaapt. Voorbeelden van passief inkomen zijn bijvoorbeeld een boek schrijven, geld investeren, affiliate marketing en dat soort dingen zullen we allemaal gaan behandelen op dit kanaal. Mocht je hierin zijn geïnteresseerd en wil je meer video's over deze onderwerpen zien, abonneer je dan op het kanaal. Maar dan gaan we dus nu kijken naar een update van mijn eigen vermogen en budget. Per oktober 2018 is het inmiddels alweer. In de vorige video van 3 maanden geleden hebben we er ook naar gekeken. En toen was mijn eigen vermogen 140.754,48 euro. En in deze video gaan we dus kijken wat is er inmiddels veranderd. Welk eigen vermogen heb ik nu uiteindelijk opgebouwd? Is het geplust? Is het gemind? Waarom is dat gebeurd? Noem het allemaal op. Het zijn allemaal kleine wijzigingen in zowel in mijn budget, maar ook in spaargelden en investeringen zijn kleine dingen veranderd. En die verandering wil ik dan met jullie delen. En misschien kijk ik ook al een beetje vooruit naar de toekomst. Dus ik ga snel over naar mijn computer. En dan deel ik het scherm met jullie en dan kunnen we gaan beginnen. Oké, we zijn dus aangekomen op de computer. Ik hoop dat alles nog goed werkt. Al een tijdje niet meer gedaan. Volgens mij de laatste video was ook over mijn budget, dus 3 maanden geleden. Maar laten we mijn scherm eens even gaan delen. En dan komen we ten eerste uit op mijn budget. Dit heb ik ook al in de vorige video wel laten zien. Ik maak elk jaar aan het begin van het jaar een beetje een overzichtje van hoe ik uitgaven en inkomsten plan en vooruit, eigenlijk een beetje vooruitkijken het jaar. Zo kan ik per maand zien welke inkomsten en uitgaven ik heb. En daar hoop ik dan een beetje mee alles per het jaar, hele jaar eigenlijk te kunnen regelen en een beetje vooruit te plannen dus. We gaan nu eigenlijk kijken naar vooral de laatste maanden zo. Volgens mij was juli de vorige keer dat ik heb gemaakt, dus augustus, september, oktober. Nou, zoals je ziet is het eigenlijk bij mijn salaris of inkomen is eigenlijk weinig veranderd. Ik heb nog steeds gewoon het inkomen bij mijn eigen bedrijf. Elke week maak ik 500 euro over. En de rest laat ik gewoon in het bedrijf zitten. En de rest geld voor elkaar, dat is dus crowdfunding waar ik elke maand 2,01 euro volgens mij voor terugkrijg. Gaan we dan kijken naar bijvoorbeeld woonlasten, daar zijn wel dingen veranderd. Ik heb ten eerste zijn de maandelijkse lasten van mijn hypotheek verlaagd. Dit komt omdat ik in april was dat extra heb afgelost, ik geloof 300 euro. Maar dat was natuurlijk wel 300 euro op je schuld die je hebt. En daar betaal je dan ook minder rente over. Dus je ziet dat die 300 euro ervoor zorgt dat ik maandelijks 1,30 euro ongeveer minder betaal. En wat er dan per september bij is gekomen is de starterslening. Ik heb mijn huis gekocht, dus een gedeelte daarvan was geld vanuit de starterslening, ongeveer 25.000 euro. En de rest was hypotheek. En de eerste 3 jaar hoef je dan niet te betalen aan je starterslening. Je hebt geen aflossing. Maar omdat ik nou dus 3 jaar geleden ben begonnen met deze lening, is het op dit moment zover gekomen dat ik maandelijks moet gaan betalen en aflossen. En dat is dus 125 euro in de maand. Die zie je dus terugkomen elke maand. Verder zijn servicekosten en al een beetje de uitgaven allemaal hetzelfde gebleven. Zorgverzekering ook nog steeds hetzelfde. Al staat hij voor volgend jaar al wel iets hoger, heb ik gezien als ik het nieuws volg. Maar zoals gezegd, ik kom eigenlijk nooit bij de dokter of geen medicijnen en zo. Dus ik heb mijn eigen risico gewoon heel erg omhoog gegooid naar 885 euro, geloof ik. En daarom kom ik uit op 87,50 in de maand. Kijken we dan nog even verder naar dingen die veranderd zijn. Heel weinig dingen zijn veranderd, behalve hier bij mobiel abonnement. Ik maak gebruik van Simyo, dus simpel abonnementje. Ik heb mijn telefoon gewoon zelf gekocht, dus ik betaal alleen het abonnement eigenlijk. En die service is inmiddels zo dat ik vroeger 10 euro daarvoor betaalde. Ik heb geloof ik 2 gig en 100 minuten, maar ja, ik bel nooit of zo. Het gaat eigenlijk vooral om die 2 gig. En eigenlijk overal waar ik ben, of ik nou op het werk ben, thuis of bij vrienden, heb ik toch wifi. En het mooie daarvan is dat, omdat ik inmiddels KPN heb en dat eigenlijk ook bij Simyo daaronder valt, dat het toch verdubbeld wordt. Dus ik geloof dat ik inmiddels 4 gig heb. Of misschien heb ik 1 gig en dat wordt dus 2 gig. Maar ja, dat maak ik toch nooit op. Maakt niet uit. In ieder geval hetzelfde abonnement heb ik inmiddels voor 8 euro. Dus dat scheelt weer 2 euro in de maand. En daar zien we dan hierin terug. En verder
Weekendje weg heb ik wel gehad dit jaar. We zijn niet op vakantie geweest. En ik heb dat in een eerdere video uitgelegd met investeringen. Dat ik extra geld had, vakantiegeld had eigenlijk had overgezet om te gaan investeren. We hebben wel een weekendje weg gedaan. Mijn vriendin heeft daarvan het hotel en zo betaald. Daar zat al een keer eten bij. En ik heb een beetje de andere kosten eromheen betaald. Nog een keer uit eten en zo. Maar dat was allemaal tientjeswerk. En dat heb ik eigenlijk gewoon uit contant geld betaald. Wat ik elke maand opneem. Dus daarom heb ik dat hier niet op verwerkt. Verder zien we eigenlijk nog steeds dezelfde dingen. En komen gewoon nog onderaan het overzichtje uit. Zoals het altijd al was. Dus eigenlijk weinig spannends in mijn budget. Maar misschien ook wel het beste. Dat wil misschien wel zeggen dat zoals ik het in het begin van het jaar gepland had. Dat dat ook wel een beetje is uitgekomen. En de enige dingen die veranderd zijn, hebben te maken met extra aflossing of bijvoorbeeld die starterslening die erbij is gekomen. Dus dat zijn dingen die we eigenlijk wel aan zagen komen en die we ook zelf in de hand hadden. Ik had het in de vorige video al gevraagd of jullie dit soort documenten ook zouden willen gebruiken. Dan zal ik zorgen dat het te downloaden valt. Ik zal ze dan binnenkort even beschikbaar maken. Hoe kun je dan ervoor zorgen dat je ze binnenkort krijgt? Je kunt alvast naar onze website gaan, passiefinkomen.nl. En je zou je dan kunnen inschrijven ten eerste voor het budget voor studenten. Dus eigenlijk een budget lijkt een beetje op deze. Alleen gaat die niet van januari tot en met december, maar gaat die van augustus tot en met juli. Omdat dat zeg maar de schooljaren zijn. Die is ook echt gericht op studenten, maar je kunt hem ook gewoon als je geen student bent gebruiken. Dan heb je in ieder geval vast een budget waar je aan kunt werken. Die heb ik zo ingericht dat je een extra tabblad erbij hebt. En op dat tabblad staat gewoon heel erg veel informatie die je gewoon in één keer snel kunt zien. Wat je bankschulde gaat doen dat jaar, hoeveel je gaat sparen, noem het allemaal maar op. Dus misschien wel een aanrader. Die staat dus gewoon op de website. Maar je kunt ook gewoon naar de website gaan, passiefinkomen.nl, en je dan aanmelden voor de API Community, dus een passief inkomen community. Dan word je eigenlijk lid van een nieuwsbrief, maar het is eigenlijk meer dan een nieuwsbrief. Maar iedereen die daarvan lid is, die zal ik binnenkort dan een mailtje sturen zodra deze bestanden beschikbaar zijn. En als je dus lid bent daarvan, dan krijg je automatisch het mailtje en dan kun je direct beginnen. Die bestanden bestaan dus uit dit jaaroverzicht van het budget eigenlijk. Maar ook het overzicht van een, zoals ik het hier heb. En het overzicht is dan heel erg belangrijk omdat je in één overzicht eigenlijk alle bezittingen en schulden die je hebt kunt samenvoegen. Hier zie je bovenaan mijn bezittingen zoals huis, auto, inrichting, bedrijf. Er zijn bankrekeningen, investeringen, cryptocurrencies of goud en zilver die ik heb gehad. En hier onderaan staan schulden en uiteindelijk ook het eigen vermogen wat je hebt opgebouwd. En zo kun je elk kwartaal dingen bijhouden en ook zien hoe je erop vooruit gaat eigenlijk. Zoals gezegd hebben we vorige keer deze kolom behandeld. En zullen we dus nu de kolom van oktober gaan behandelen. Die heb ik dus vorige week ingevuld. En deze week ben ik begonnen aan deze kolom omdat het inmiddels 7 oktober is. Dus we zijn al verder dan 1 oktober en dan doe telkens ja, de datum die daarboven staat is de laatste datum die ik voor zo'n kolom aanhoud. Maar omdat het oktober is, houden we dus deze aan en over 3 maanden gaan we deze behandelen. Kijken we dan naar de bezittingen. Mijn huis heb ik nog steeds hetzelfde gelaten. Zoals gezegd, op elk moment dat er een huis verkocht wordt, dan ga ik bij kadaster opvragen. Een rapport voor kost je 2 euro of 2,5 euro. Dan kun je zien welke huizen er verkocht zijn en voor welke bedragen. Dat is altijd interessant om te zien, omdat je dan kunt vergelijken met je eigen huis. En dan kun je zeggen van, dan verwacht ik dat dit zoveel waard is. De vorige keer dat een huis is verkocht, is denk een halfjaartje geleden. Appartementen hier, die gingen toen voor 222,5 geloof ik. En zoals toen ook gezegd, omdat je toch altijd te maken hebt met kosten als je gaat verkopen, heb ik het hier iets lager ingeschat op 215. Maar aangezien nog steeds huizenprijzen stijgen, wil ik het jaar afsluiten met een schatting van 225. Er staat op dit moment weer een appartement te koop bij ons gebouw. En ik hoop dat je dan ook snel verkocht wordt, zodat ik weer kan kijken voor welk bedrag dat is. Zoals altijd de auto schrijf ik 500 euro per kwartaal af. Inrichting laat ik een beetje hetzelfde. Zal wel minder waard worden, komen wat dingen bij. Het eigen vermogen uit de eenmanszaak, ja, die is weer een klein beetje gestegen ten opzichte van die vorige periode. Niet echt spannende dingen geweest. Je hebt natuurlijk te maken met vakantieperiodes, dat de omzet altijd wat minder is. Wat extra uitgaven gehad, dus de stijging is er een beetje uit om gewoon gelijk blijven is ook prima zou ik zeggen. Kijken we dan naar de Rabobank, ja, die
ligt nog een beetje hetzelfde. Ik heb altijd een beetje een ondergrens van 1500 euro. Begin van de maand staat er wat meer op. Of einde van de maand staat er wat meer op, zo moet ik zeggen. Maar op het begin van de maand, de eerste, gaan er heel veel kosten af. Servicekosten, starterslening, de hypotheek gaat er op dat moment af. Dus er gaat heel veel af op dit moment, maar we blijven altijd mooi op schema liggen. Spaarrekening is dus iets gedaald ten opzichte van toen. Zoals gezegd, we gingen niet op vakantie dit jaar. Dat kwam dit jaar gewoon niet uit qua tijd. En daarom heb ik het geld dat ik op mijn spaarrekening had en eigenlijk te veel heb, heb ik liever gaan investeren. Dat zien we dadelijk ook weer terugkomen. MoneyU is nog zo'n verloren spaarrekening ooit. Kijken we dus dan op een gegeven moment naar de investeringen. Dan zul je zien dat bij Bink is het ooit begonnen. Of zo heet het nu, Bink Forward moet ik zeggen. Het heet ooit de Prittle. Daar komt elke maand geloof ik automatisch 300 euro bij. Dit is een vorm van beheer beleggen. Dus ik stort 300 euro. Ik heb een beetje aangegeven welke verhouding of welke manier van beleg ik wil. Dat is volgens mij agressief, omdat ik toch nog tijd genoeg heb. En dan zit bijvoorbeeld 90% of zo in aandelen. Het kan ook zijn dat je goede maanden hebt, dat je veel rendement hebt. En hier zien we dan dat elke maand 300 euro erbij komt, dus 900 euro erbij. En aangezien de stijging wat meer is, hebben we dus een paar honderd euro rendement gemaakt in die tijd. De tweede waar we terug zien komen, en wat is dan een groot verschil moet ik zeggen bij de Giro. Bij de Giro kun je zelf gaan beleggen. Je kunt zelf je aandelen aankopen. En dat is ook nog eens tegen lage kosten, dus zeker een aanrader. Zoals je zag had ik toen 4400 euro erin zitten. Voor een groot gedeelte was dat toen een Tesla. De geld kwam toen geloof ik uit mijn cryptocurrencies daarin gestopt. Nog wat extra geld, spaargeld erbij gedaan. En dus het geld dat ik nu had willen gebruiken, misschien voor een vakantie of zo, heb ik dus opnieuw bij de Giro eraan geïnvesteerd. Ik heb in twee keer geïnvesteerd. De eerste keer heb ik op het moment dat Facebook 20% zakte na slecht nieuws. Toen heb ik gekocht voor een euro of 700-800. En naderhand heb ik nog volgens mij een video over gemaakt ook. Met een bedrag van 2600 euro ongeveer. Die uit Evi kwam. Die heb ik dus overgeheveld naar de Giro. En daar heb ik onder andere nog een keer Facebook van gekocht. Alibaba, Apple. En gewoon nog wat dingen in Vanguard ETF's gestopt. Dus echt voor de lange termijn. En andere dingen zijn wat bedrijven die op korte termijn nog wel winst zien maken. Juist omdat ze een beetje moeilijke tijd achter de rug hebben. En dus hoop dat ze daarvan terugkomen. Automatisch komt dan natuurlijk Evi op nul te staan. Evi was ook een vorm van beheerd beleggen. Net zoals Bink Forward is. Waarom ben ik dan bij Bink doorgegaan en met Evi niet? Ik heb daar, zoals gezegd, die video over gemaakt. Ik zal hem wel even hier in de bovenhoek linken. Maar in het kort komt erop neer dat ik in de afgelopen 12 maanden of zo bij Bink iets rond de 10-12% rendement had. En ik dit jaar, dus de laatste 7-8 maanden, bij Evi een rendement had van nog geen 2%. En dan is het risico en de kosten die het met zich meebrengt, want de kosten zijn vaak hoger, die zijn rond de 1,2% of zo bij Evi. En om dan een rendement te hebben van 2, dan hou je gewoon minder dan 1% echt over. En op lange termijn is dat natuurlijk heel erg zonde. Vandaar dat ik dacht van, dan gaan we naar de Giro daarmee. Zoals gezegd, lage kosten en je kunt zelf bepalen wat je koopt. En ik hoop dan dat daarmee betere rendementen halen. En vandaar dat Evi dus weg is. Brand New Day komt elke maand, stort ik daar 100 euro in. En dat is echt pensioenbeleggen. Dus geld dat ik daarin stop is echt pas bedoeld om met je pensioen op te nemen. Je kunt hierdoor belastingvrij sparen. Je betaalt op dit moment geen belasting over, maar op het moment dat je het eruit haalt. En dan kun je dus ook snel rendement opbouwen, omdat je eigenlijk je belastingdeel ook kunt beleggen, zeg maar. Omdat je eigenlijk de belasting uitstelt, heb je nu meer te investeren en daardoor zou het bedrag dan sneller moeten groeien. En dat is dus gewoon 100 euro in de maand. Verder komen cryptocurrencies, ben ik helemaal uitgegaan. Ik heb ook een video daarover gemaakt trouwens, hoe ik dat zie. En het is gewoon nog een heel moeilijke periode. Je hebt een beetje die gekte gehad van eind vorig jaar. Die zie ik op dit jaar nou niet terugkomen, maar op dit moment zitten we wel op een moment dat met bepaalde grenzen dat we moeten kijken van breken we uit naar boven en zal crypto misschien weer gaan stijgen of daalt hij echt weer onder een bepaalde grens en zal hij nog verder blijven dalen. Want ik geloof dat de meeste crypto's inmiddels zeker wel 80% gedaald zijn ten opzichte van zijn hoogtepunten begin dit jaar. Dus hou dat in de gaten. Maar voor mij is het op dit moment helemaal geen investering en als ik toch risicovol wil investeren dan doe ik dat liever in Tesla. Dat ik dat nog iets meer vertrouw, zeg maar.
Kijken we dan naar de schuld. Die is een klein beetje afgenomen. Dit komt natuurlijk vooral doordat de hypotheek. De starterslening is inmiddels 100 euro afgegaan. En elke maand 100 euro studieschuld. Het minimum ligt volgens mij op 45 euro. Maar ik zou dat ik elke maand 100 euro aflos, dat het wat sneller gaat. Dan ben ik daar hopelijk ook snel van af. Kijken we dan naar het nieuwe eigen vermogen van mij per 1 oktober. Nou, eigen vermogen is de bezittingen die je hebt. Dus eigenlijk heel dit rijtje is 307.528 euro. Alle schulden die ik heb, de hypotheek, starterslening en de studieschuld van 163.000 euro. Komen we dus op een eigen vermogen van 144.518,53 euro. En dat is dan 3764,05 euro meer dan 3 maanden geleden. Dus ik denk ja, gemiddeld 1200 euro per maand dat we erop vooruit zijn gegaan. Dat het best wel mooi is. Maar dat komt natuurlijk. Ik heb een klein beetje. Ja, mijn investeringen zijn toegenomen. Je ziet dat banksaldo en zo af is genomen met 800 euro. Sorry, hier moet ik zijn. Met goede 500 euro. Je ziet dat investeringen bijna 2000 euro zijn toegenomen. Dus onder andere dat ik het anders heb ingedeeld, maar ook omdat ik er meer geld bij heb gestort en gewoon rendement heb gehaald. En al met al dus best een mooi rendement zou ik zeggen. Ik ben erg benieuwd naar jullie reacties. Heb je nog tips? Heb je misschien nog vragen naar aanleiding van deze video? En die kun je altijd natuurlijk onder deze video stellen. Ik kan beantwoorden. Ook andere kijkers kunnen natuurlijk beantwoorden. Vond je nou een leuke video? Geef dan even een duimpje omhoog. Vond je het minder? Geef even een duimpje omlaag. En laat ook even weten waarom. En dan zie ik jullie eigenlijk wel graag in de volgende video. Aanstaande woensdag ga ik de laatste video maken in de serie Rijk worden in 8 stappen. Dat is de 8e stap. Op dat moment is die serie dan ook weer afgerond. En eigenlijk wil ik jullie hulp daar ook weer bij vragen. Kan ook hier in de reacties hieronder. Welke nieuwe serie zal ik gaan maken? Ik doe graag iets wat elke maand of om de 2 weken of zo terugkomt met een video over een bepaald onderwerp. Zelfs had ik te denken aan bijvoorbeeld bekende mensen, dat jullie een naam kunnen noemen. Dat ik dan ga kijken hoe die zijn geld verdient en welk vermogen die heeft opgebouwd, op welke manier. Je zult vaak merken dat rijke mensen verschillende inkomstenbronnen hebben en zo, dat ik die ga uitzoeken. Maar dat is puur een suggestie vanuit mij. Ik hoor ook graag jullie suggesties, dus laat die achter onder de video en dan zie ik jullie graag in de volgende video weer terug. Leuk dat je deze video tot het einde hebt gekeken. Laat even een duimpje achter als je het een leuke video vond en laat ook even een reactie achter. Ik probeer alle reacties te lezen en in ieder geval jullie feedback mee te nemen in volgende video's. Als je nog geen lid bent van het kanaal, klik dan hieronder op het logootje om je te abonneren op het kanaal en geen enkele video meer te missen. Dan hebben we als laatste nog hier rechtsboven een video, dat is de meest recente video. Met daaronder een video die volgens YouTube het beste bij jou past, gebaseerd op jouw kijkgedrag. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.